Goedemorgen, wat leuk dat je kijkt weer naar een nieuwe weekvlog. Mijn naam is Jamie, het is vandaag maandag. En ik weet niet welke datum het is vandaag, maar ik zal het alweer ergens in beeld zetten. Vandaag ga ik vooral heel veel knallen, zeg maar voor mijn auditie woensdag die ik heb op mijn nieuwe school. Ik moet de weekvlog nog editen en ik heb hier een heel boekje. Zeg maar, ik ga even jullie laten zien wat er vandaag op de planning staat. Oké, het is vandaag de 27e en dit staat er op de weekplanning. Weekvlog online, nou, die moet ik even markeren. Wow, daar ging een stip. Ik ga groen doen en dat moet ik dan met één hand even proberen. Oké, de telefoon ophalen, nou die heb ik al gedaan, dat heb ik gisteren al gedaan. Weekvlog online, die moet ik nog editen. Woensdag video filmen en cadeau voor Sophie komen, maar morgen ben ik de hele dag vrij. Dus dan ga ik die video van woensdag filmen. Ik moet toch naar Rotterdam, dus dan ga ik die cadeau voor Sophie ook hier kopen. Dus ja. En dan heb ik voor de rest, heb ik hier nog wat, hoe ik het ga doen met mijn vakantie. En hier heb ik wat dingetjes staan. Dus we gaan ons focussen op deze. En ik heb één dingetje gedaan. En dan nu de volgende. Dus ik ga even hard aan het werk. En ik zie jullie zo weer. Oké, ik baal hem nu dodelijk hard. Want ik wilde dus net mijn weekvlog gaan editen. Het is nu 1,5 uur voordat hij online moet. En mijn telefoon. Mijn telefoon. Ik heb er net ook over getweet, maar deze telefoon met, waar ik hiervoor dus altijd mee vlogde, die heeft het dus begeven. En ik ben dus al mijn beelden kwijt. Dus ik zit er nu over na te denken wat ik nu moet doen. Moet ik een extra video gewoon opnemen? Ik heb geen idee. Oh, en ik baal er zo hard van, want het waren echt leuke beelden. Waarin ik met Jordan naar de stad ging, waar ik toch al gekregen dat ik geslaagd was. Rutger Vink meet and greet bij de HEMA. Oh, ik baal er zo ontzettend hard van. Oh, wat heb ik gedaan? Oké. James, no stress. Je gaat gewoon bedenken wat je gaat doen. Kan wel een video maken, maar waar ik het uitleg wat er is gebeurd, die vlog. Maar dat is ook niet erg leuk. Dus ik hoop echt, ik hoop dat hij over een half uurtje aan is en dat hij dan alsnog online kan komen. Dat zou mooi zijn. En ondertussen ben ik gewoon, ja, niks aan het doen. Ik ben een beetje aan het werk voor mijn school en voor mijn future opleiding en zo, maar ik kan er zo hard van baden dat mijn ding het gewoon niet meer doet. En dan is het buiten, is het ook nog eens een KUT weer. Vandaag is echt een dag om snel te vergeten. Oké, ik ben super blij. Mijn iPhone heeft het gewoon gered. Hij ligt hier, zeg maar. En is nu alles aan het kopiëren naar mijn laptop. En dan gaat deze voor altijd uit. Mijn iPhone 5C. En ik hoop dat ik geen struggles dan heb met deze camera. Maar dat hoop ik niet, denk ik. Het moet nog ongeveer een kwartiertje op mijn laptop zetten. En hij is net aangegaan. En ik heb gelijk snel 23%. Even snel alles doen en zo. En nu is hij nog maar 2%. Dus die gaat echt hierna uit. Dus daar ben ik echt super blij mee dat hij het gewoon wel weer doet. Dus dit was alles wat er op de maandag was gebeurd tot nu toe. De vlog is geüpload en komt vandaag over ongeveer 3 minuten online. En ik heb ook wat gehad binnengekregen met mijn vader, zeg maar. Als eerste deze 3 dingen van het merk Grimace of zo. En als eerste heb ik deze Weather Makeup Pure 6 Palette gehad. En dit is schmink
voor een tutorial, voor een opdracht voor school die ik moet doen. En ik heb wit, geel, blauw, rood, zwart en groen gehad. En dan heb ik deze twee gehad. En dit is de drie keer disposable sponge gehad. Ook van het merk Grimmas. En daar heb ik er twee van gehad. En ik ga dit wel gebruiken voor een soort van schoolopdracht. Dus het komt niet op mijn YouTube kanaal hoe ik dit doe. Maar ik zal even misschien ook even in de vlogs laten weten van hoe en wat. En dat soort dingetjes. Dus ik ga nu even lekker chillen. Het zonnetje schijnt in ieder geval super mooi. En ik ben blij met die beker. Dus ik ga er vandoor en ik zie jullie zo weer. Oké, ik heb dus net schmink gedaan. En dit is het eindresultaat. Dus de opdoen is veel leuker dan eraf halen. En mijn zusje is daar. Maar dit is de ravage nu. Troep, 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 troep. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag. Een nieuwe dag van de week. Vandaag ga ik iets super tofs doen. Ik ga namelijk naar school toe. En daar moeten we een muur behangen voor de expo. Ik ga daarbij helpen. En dan moet ik ook nog even dingetjes laten invullen door mijn docent. Dit is wat ik aan heb. Dit blouseje komt van Koeketting. Die heb ik al super lang. Mijn broek komt van Sarah. En mijn Adidasjes, want ik moest wat ouds aan doen. En dit mag op zich wel vies worden. Dus dat ga ik vandaag doen. En ja, voor de rest weet ik eigenlijk niet wat ik ga doen. Misschien daarna nog met Ines lunchen, want ik ga er met Ines daarheen. En ik moet de bus pakken over ongeveer een kwartiertje. En dan ga ik er vandoor. Nou, we zijn dus op school. En Ines die moet een foamboard dragen. En ik ben ook met Lisa weer. Hoe gaat het hier? En het is zwaar. En nu moeten we kijken hoe we dat foamboard naar de tweede verdieping kunnen krijgen. Het is zwaar om met één hand. Wacht, ik help je wel. Kom. Maar dan ga ik eerst even de vlog afsluiten. Tot zo. Goedemorgen, het is vandaag woensdag. Ik heb net mijn auditie gehad. Het ging super goed. Ik ben met Ruupje. En waar zitten we, Ruup? Bij een poppenkast. Laat zien. Kijk, hier is de poppenkast. Zijn de gordijnen al open? Nee. Wat doe ik mezelf aan? Nee, wat doe ik jou aan? Wat doet Ruby me aan? Dus dit gaan we lekker kijken. Waarom zijn wij zo bruin in jouw beeld? Beter, zonnebankkleurtje. Kan dat? iPhone 6 kwaliteit. Ja. Dus we zien jullie zo weer. Bas, dikke klas. Hallo allemaal. Dag. Ik was echt dom. Zitten we maar in een andere klas en dan kunnen we iets op development of beheer. Oké, okay, mijn diploma-uitreiking is voorbij. En ik ben met Kiara. Yay! Dit is trouwens wat ik aan heb. Blouseje Primark. Broek Zara. Schoenen Adidas. En een... Ik heb al een kus. Oké, klaar nu. Auw! Doei. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag, een nieuwe dag. Wat ik vandaag ga doen is, even heel snel, want ik moet zo gaan. Ik ga met mijn vader winkelen vandaag in Leidse Hagen. En vanavond heb ik een verjaardag van Sophie. Echt super tof. En dit is wat ik trouwens aan heb. Dit hemdje komt van H&M. Mijn broek komt van Zara. En ik moet mijn schoenen nog aandoen. Maar hierboven gaat mijn legertrui. Ja, I know. Ik leef erin. Don't judge me. Ja, dus ik ga er even klaarmaken. En dan zie ik jullie zo weer. Met z'n allen lekker vuurtje maken. Yay! Oh, en Lucas maakt zijn eigen vuur hier. Kijk. Gaat het tegen me aan. Wauw. Het stinkt heel erg. Naar vuur. Doei. Zo. Oh.
ik ben dus alweer thuis van het feestje van Sophie. Het was super gezellig. Ik heb ook wat dingetjes gekocht vandaag in de stad met mijn vader. En ik wil het graag met jullie delen. Voordat ik dat ga doen, is dat ik één hele grote disclaimer ga plaatsen. Dit zijn spullen die ik al super graag wilde. En ik het heb gehad. Het is niet om mensen jaloers te maken van, goh, kijk wat ik krijg en whatever. Nee, ik had het gewoon nodig. En ik wilde in één product wilde ik ook best wel investeren, ook in mijn YouTube kanaal. En daar ga ik zo mee beginnen. Als eerste gaan we beginnen met een paar nieuwe schoenen. En dit is van het merk Vans. Ik weet niet of jullie het kennen. En ik wil wel heel graag hoge Vans. Zwarte, die hoge. Maar die kon ik niet vinden. En toen kwam ik eigenlijk uit bij deze. Deze schoen. Jullie zien het nu niet echt heel erg goed. Maar dit is een soort van zwarte schoen wel. En met legerprint. En deze zijn van het merk Vans. En toen heb ik geïnvesteerd in mijn YouTube kanaal. En toen heb ik een nieuwe vlogcamera aangeschaft. Dit is de Panasonic. Hier ligt trouwens het doosje. De Panasonic TZ57. En ik ga er nu een stukje really mee opnemen. Ik heb het ook met een spiegeltje omhoog. Kijk, zo staan jullie dan. Super nice. En dan zien jullie me gewoon zo voor het aan mezelf vloggen. Van, hi! Het beeld is in ieder geval super mooi. Het is gewoon lekker compact. En met een schermpje omhoog. En dat vind ik super chill. Als jullie binnenkort een review willen zien van deze camera, dan zal ik die gaan maken binnenkort als jullie dat willen. Dit is mijn nieuwe vlogcamera. En dan is het dag filmen met mijn telefoon. En ik ben er zo ontzettend blij mee met deze vlogcamera. Vanaf voordat ik de vraag krijg, deze vlog rond ik nog af met mijn telefoon. Maar de volgende week, dus de volgende week vlog die jullie gaan zien, ga ik het proberen met deze baby. En ik vind het nog steeds leuk met een spiegeltje omhoog. Dat je hem hier beet houdt en dan zegt van, hey guys, leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Het is vandaag maandag. En dan deze. Dit is alles wat ik heb gekocht. In de stad. Ik ben er super blij mee. Ik heb geïnvesteerd in mijn YouTube kanaal om een goede vlogcamera te kopen. En toevallig kwam ik erachter dat het kanaal Shema Marike, dus Marike en Shema, deze camera ook hebben aangeschaft. Dus het is wel een heel mooie kwaliteit qua beeld. Kijk maar even de vlog die ze hebben geüpload dat ze gingen figureren bij Spangas. Linkje zal in de beschrijving staan. En voor nu zeg ik alvast wel rusten, want ik ga lekker slapen. En ik heb mijn pyjama broek al aan. En ik ga lekker slapen. Dus tot morgen. Doei! Goedemorgen, het is vandaag zaterdag. En het is nu 00:30. Ik ben wakker. Ik heb lekker uitgeslapen. Ik dacht, ik zet mijn wekker niet. Want anders ga ik slaap ik gewoon door. Ik heb net een vlog gekeken van Marcia en Jill. En ondertussen heb ik ook een beetje lopen spelen met mijn camera. Mijn nieuwe vlogcamera. Ik ben er super blij mee. Het feestje was echt zo ontzettend leuk gisteren. Echt, ik heb er zo erg van genoten. Wow, even omhoog. Maar ik heb er zo erg van genoten. En ik heb gewoon ook heel veel mensen weer gesproken en zo. Het was super leuk. Wat ik vandaag ga doen is, dat weet ik eigenlijk nog niet. Want of we gaan naar de Bogaard, een van de twee. Ik weet eigenlijk niet of we gaan. Om een cadeautje te kopen voor K. Dat is mijn stiefvader. En super chill. Maar misschien moet ik ook nog wel een video opnemen voor woensdag. Want dat moet ik ook nog doen. En dat wordt super awesome. Ik ben super blij echt met mijn camera. En het is gewoon een goede investering in mijn YouTube kanaal geweest. Dus ik zie jullie zo weer. Lekker aan het winkelen en ik heb een meisje Jamila Twizzle. Kijk, en ze staat erop en haar handtekening. En er zit in karamelsaus, aardbeien, iets van confetti-achtige dingen. Oreo en chocoladesnippers. En dit ziet er zo lekker uit. Dus dit ga ik lekker eten.
Nou, we zijn dus nu in de auto. We zijn aan het wachten op mijn moeder, mijn vader, of nou, stiefvader en mijn opa. Die zijn naar Albert Heijn gegaan. En Quinty heeft echt leuke schoenen gekocht bij Sarah. Trouwens, echt leuk. Ze zijn nog een mooi wit. Ik wil weten hoe lang deze schoenen wit blijven. Lang, lang. Dan moet je niet, ik ga echt lachen als je een keer met deze schoenen in de modder stapt. Oh, wist je nog die ene keer toen we op vakantie gingen? Vond jij net nieuwe schoenen of nee, zo? Nee, toen had ik net een nieuwe broek en toen gingen we rennen. Oh, toen ja. Gleed ik uit en dan was heel broek helemaal vies. Helemaal vies en die hebben we nooit meer schoon gekregen. Jawel, wel schoon gekregen, maar ik heb hem toen gelijk weggegooid omdat hij helemaal versleten was. Dus gelijk. Trouwens, hoe vinden jullie mijn nieuwe fans? Die heb ik gisteren laten zien in de shoplog. Shoplog? Ja, ik heb dan laat ik altijd zien wat ik heb gekocht en dat soort dingen. Dus... Maak je daar een aparte film van? Nee, dat doe ik dan in de vlog. Ik dacht al, het is zo'n kort filmpje. Dat doe ik dan in de vlog. Van, goh, kijk mijn schoenen. Maar ik vind ze echt lekker kijk, zitten. Maar kijk me echt af van wat de fuck doen jullie daar? Maar echt. Morgen, het is vandaag zondag. En het is super lekker weer buiten. Vannacht is het keihard geonweerd. Nou, poepoe, zo hard ging het ook weer niet onweer, maar goed. En ik ben op deze vroege ochtend ben ik even aan het kijken hoe mijn camera werkt. En even aan het kijken hoe de instellingen en zo zijn. En ik ga dus nu heel snel al even een deel van de vlog bewerken. Ik denk dat ik dat even ga doen, want dan hoef ik dat vanavond niet meer te doen, want vanavond heb ik ook heel weinig tijd. Want vandaag heb ik een verjaardag van de zus van Karel. Ja, daar ga ik heen. Ga ik dus het verjaardag van de zus van K. En daar gaan we dus heen. En dan... ik weet het wel, dus niet op de vlog. Dus ik zie die zo weer. Dit is wat ik aan heb. Mijn H&M t-shirt. Ik film even met hand met mijn nieuwe camera. Broek Zara en mijn fans. En ik neem het telefoon mee. Dus yes. Nou, we zitten dus nu in de auto en we staan even bij het benzinestation te chillen. Het is nu 14:22 en ja, ik zit een keer voorin. Het is super lekker werk, ik ga jullie nu laten zien. Het is super, echt super lekker weer. Dus we zitten dus nu in de auto en we gaan nu naar een verjaardag van de zus van... Girls. Boys. So, yeah. Boy and girl. Sexy ladies, I'm sorry. So. What kind of thing is all we're doing? Hey, psst. Hey. En ik ga nu even belastingjes regelen voor school vanmorgen. En ik ga bij deze ook gewoon lekker de vlog afsluiten. Het is nu even kijken hoe laat het nu is. Het is nu 8:55. En ik ga zo eerst even wat regelen voor school. En daarna ga ik voetbal kijken. En er komt binnenkort ook een... update over een zomerrooster aan. Maar daar vertel ik jullie later meer over in de volgende week vlog. Ik ga nu even mijn schooldingetjes regelen. En ik zie jullie volgende week maandag weer bij een nieuwe video. En anders woensdag. Dus tot volgende week. Doei doei!